Ik heb nog geen dag spijt gehad van mijn keus. Ik ben Renate Gerrits, werkzaam bij het ROC van Amsterdam Flevoland. Ik ben hier vakdocent elektrotechniek en hiervoor kwam ik uit de praktijk en was ik echt een vakidioot. Mijn allereerste werkdag was wel heel apart, want ik had de dag daarvoor had ik gewerkt als hoofdtechnische dienst bij een koekfabriek. En de dag daarna kwam ik hier in het onderwijs en dan had ik zoiets van wat gaat me hier gebeuren? Nou, bij mijn sollicitaties had ik natuurlijk al gemerkt dat de sfeertje hier zo relaxed was. Ik ben toen gewoon mee gaan lopen. Er zijn wel 10 momenten die erbij zou blijven. Momenten die ik heel leuk vond. Die echt waar echt, ik denk van wauw, hier heb ik echt, dan zie je het kwartje vallen, zie je die jongens stralen. Dan gaan ze weg en dan denk je van ja, hier heb ik echt wat bereikt. En er zijn ook wel momenten dat ik denk van oei, hier heb ik toch nog wel heel veel te leren. En ja, dit ging toch niet zo heel erg goed. Maar ja, op het moment dat je het eind van de dag zegt van jongens, wat heb ik een leuke les gehad, wat hebben we veel gedaan vandaag. En je hoort van 4, 5 verschillende kanten, ja juf, dat vinden wij ook. Nou ja, dan heb je gewoon een topdag gehad. Ik vind dat je wel geschikt moet wezen voor het onderwijs. Je moet wel de studenten kunnen begeleiden. Je moet wel weten waar ze behoefte aan hebben en je moet ook de interesse hebben. Op het moment dat je dat niet hebt, zou ik zeggen doe het niet. Maar op het moment dat je het wel hebt, is het het mooiste vak dat er bestaat. De gouden tip die ik heb is jongens, kijk op de website en solliciteer. Kom gewoon praten en beslis daarna, want zo is het bij mij ook gegaan.